Hoi, ik ben Dion. Silly Season voor 2023 is nog altijd in volle gang. Namen als Daniel Ricciardo, Nyck de Vries en Mick Schumacher hopen nog altijd een stoeltje te bemachtigen voor het nieuwe seizoen. Robert Dornbos denkt dat met name Alpine wel eens verrassend uit de hoek kan gaan komen. Dornbos die denkt wel te weten waar de Fransen uiteindelijk voor zullen gaan, ondanks de testdagen die deze week met onder meer de Vries worden gereden. Ik zie Ricciardo daar uiteindelijk naartoe gaan. Ze hebben een ervaren man nodig, hij heeft geen salaris nodig, want hij krijgt 20 miljoen mee van McLaren, dus hij rijdt voor niks. Dan heb je toch een achtvoudige Grand Prix winnaar en die komt dan bij Williams als je het mij vraagt. Dit laat hij weten in het racecafé. De beschouwing van de voormalig Formule 1 coureur wordt in twijfel getrokken door collega Jack Ploy. Ik denk dat Nyck een hele goede kans maakt bij AlphaTauri als ik moet geloven wat in Graz heeft plaatsgevonden. En dan gaat Gasly naar Alpine. Die twee jongens mogen elkaar niet en ook de families niet. Die sloegen elkaar de koppen in op de kartbaan. Aldus Jack Ploy. En Nyck de Vries, die was dus deze week in Hongarije om te testen voor Alpine om vervolgens door te vliegen naar Londen. Nyck zou daar simulatorwerk gaan verrichten op de fabriek in Engeland, maar dat gaat nu dus niet door. De Vries heeft namelijk geen geldig document op zak en moet dus weer huiswaarts keren richting Monaco. De gloednieuwe kalender van 2023 heeft binnen de sport een hoop vraagtekens doen oproepen. Er staan maar liefst 24 races op de kalender en dit is tegen het zere been van een aantal teams en medewerkers. Daarnaast lijkt de indeling van de kalender weer vrij onlogisch en wordt er meermaals nutteloos de oceaan overgestoken. Michel Blekemolen begrijpt de keuzes van de FIA niet. Na lang wikken en wegen en een hoop discussie hebben we eindelijk duidelijkheid over de kalender van het volgende seizoen. Met twee triple headers op het programma en maar liefst 24 races weten we dat we volgend seizoen een hoop Formule 1 spektakel kunnen gaan zien. De gepresenteerde kalender zorgde voor een hoop kritiek. Teams waren ontevreden over de slechte communicatie met de FIA en het aantal races en ook als we kijken naar de logica en de volgorde van races moeten we stellen dat het soms weer allemaal vrij vreemd is. GP-fans vroeg Blekemolen zijn licht te laten schijnen op de nieuwe kalender en de Amsterdammer heeft zo zijn bedenkingen. Het is niet te doen. Het wil zeggen dat je onderweek racet en er zijn natuurlijk weekenden met drie races achter elkaar. Ik kan me goed voorstellen dat de teams beginnen te piepen. Het is echt te veel. Je kunt dit bijna niet doen. Ze doen het gewoon omdat het geld oplevert. Dit is eigenlijk heel irritant allemaal. De FIA heeft de macht en de teams moeten het maar accepteren. Het blijkt dat teams het nu niet willen en ze gaan nu natuurlijk piepen. Verder is de volgorde qua races ook weer opmerkelijk. Zo gaan we bijvoorbeeld midden in het Europese seizoen even op en neer naar Canada en vliegen we van Baku naar Miami om vervolgens richting Imola te gaan. Dat is natuurlijk wat de opinie over de Formule 1 betreft een slechte zaak. Ze willen proberen wat groener te zijn. De brandstof moet allemaal maar schoner en zo. En Circuit Zandvoort laat iedereen met de fiets komen en zij schieten zelf zomaar alles de lucht in. Aldus Michel Blekemolen. Dit was hem weer, het GP Fantasy nieuws van de vrijdagochtend. Vond je deze video nou leuk? Drop dan even een like op deze video en abonneer voor meer Formule 1 nieuws.